Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Daphne en welkom op Oma Booktube. De video van vandaag is eigenlijk een beetje het vervolg op de video van Jasmijn die afgelopen woensdag online is gekomen. In deze video ga ik jullie een aantal tips geven hoe je de Oma Boekenton langer kan volhouden en het nog leuker voor jezelf kan maken. Jasmijn noemde het al een beetje in haar video, namelijk de Reading Challenge op Goodreads. Heel veel van jullie doen daar waarschijnlijk aan mee, ik zelf ook. Ik heb dit jaar 30 boeken ingesteld. Ik wil aan het eind van 2016 30 boeken hebben gelezen. Ik ben er nog lang niet, om eerlijk te zijn loop ik er best wel een beetje op achter. Maar is de Oh My Boekenton nou niet een heerlijk excuus om lekker een sprintje te trekken bij die Reading Challenge? Zou het niet fantastisch zijn dat je straks gewoon al die boeken kan afvinken en gewoon een heel stap dichterbij je goal bent? Dus hou tijdens de Oma Boekenton zeker de Goodreads Challenge in gedachten en denk aan hoe heerlijk het is als je straks al die boeken hebt gelezen en je dat allemaal kan delen. Ik wil er eigenlijk nog niet aan geloven, maar langzamerhand gaan we eigenlijk naar de herfst toe. Voor mij is het altijd in september, begint gewoon de herfst met het nieuwe schooljaar. En een van mijn favoriete herfstactiviteiten is iets lekkers bakken in de keuken. Bijvoorbeeld koekjes of brownies of boterkoek. En dat lijkt ook nog eens een hele goede combinatie te zijn met het lezen van boeken. Dus ik zou zeggen, duik lekker de keuken in, kies je favoriete recept uit, maak iets heerlijks. En dan kan je het ondertussen lekker oppeuzelen als je een uur achter elkaar boeken gaat lezen. Een drankje die daarbij natuurlijk niet kan ontbreken is warme chocolademelk. En wie weet vind je het wel heel erg lekker om daar marshmallows bij te doen of slagroom. Dat is ook zeker een aanrader en heerlijk voor tijdens het lezen. Nu is het natuurlijk heel erg aanlokkelijk en aantrekkelijk om een hele hoop nieuwe boeken aan te schaffen voor deze Oma Boekenton. Maar ik kan het begrijpen als je budget niet heel erg groot is, maar je toch graag nieuwe boeken wil lezen. Daarom heb ik een aantal tips hoe je aan nieuw leesmateriaal voor kan komen. Nu heb ik toevallig een jonger zusje van 16 die het net zo fantastisch vindt als ik om te lezen. En haar boekenkast begint redelijk uit te builen met allemaal fantastische boeken. En een groot deel daarvan heb ik zelf niet. Misschien heb jij ook wel een familielid of een goede vriend of vriendin. Of je buurman of buurvrouw of iemand die je kent van school die ook heel erg van lezen houdt. En waarvan je weet dat die persoon ook een grote collectie aan boeken heeft. En wie weet is het wel een idee om bijvoorbeeld een kijkje te gaan nemen in zijn of haar boekenkast. Wie weet mag je wel iets lenen of misschien kun je een boek ruilen. En die persoon ook natuurlijk gelijk aansporen om mee te doen met de Oma Boekenton. Een ander alternatief is dat er verschillende fora zijn op Facebook waar mensen hun boeken wegdoen voor een klein prijsje of waar je boeken met elkaar kan ruilen. Dus als je budget niet heel erg groot is, zou ik zeker aanraden om op zoek te gaan naar die fora op Facebook. En wie weet vind je daar al echt iets superleuks voor, nou ja, voor maar een heel klein bedrag. Wil je toch heel erg graag naar de boekwinkel gaan om een nieuw boek te kopen? Is het misschien een leuk idee om een boekwinkel op te zoeken in een andere stad waar je misschien maar één keertje bent geweest en waarvan je toen dacht, wauw, dit is echt fantastisch. Hier moet ik vaker naar terugkomen. Of wie weet heb je een keer ergens op internet of Facebook een foto voorbij zien komen van een boekwinkel ergens verderop in het land waar je heel graag een keer naartoe wilt. Dan is dit de mogelijkheid. Als je wacht op een signaal, dit is je signaal. Pak de trein, pak de bus. Ga met de auto, ga lekker fietsen als het niet te ver weg is. En ga naar die boekenwinkel waar je al heel erg lang heel erg graag naartoe wil. En trakteer jezelf op een nieuw boek. Als klap op de vuurbel heb ik nog een hele leuke winactie voor jullie. Ik mag namelijk deze super schattige boekenleggertjes weggeven. Ze zijn van een webshop genaamd Paperfin Love. En dit zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen om mee te kunnen doen. Natuurlijk moet je geabonneerd zijn op ons kanaal genaamd Oh My Booktube. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. We zijn bijna bij de 500 abonnees, wat natuurlijk super is. Dus als je nog niet geabonneerd bent, klik dan hieronder op de abonneerknop. En dan maak je ons hartstikke blij en doe je gelijk mee met deze winactie. Daarnaast zou ik het heel erg leuk vinden als je je abonneert op mijn persoonlijke kanaal. Het linkje daarvan staat ook in de beschrijving. En als laatste moet je de Instagram volgen van Paperfin Love. Dat zijn de makers. Oh, toen werd mijn mobiel zwart. Dat zijn de makers en verkopers van deze superschattige boeklegjes. En ja, laat gewoon een comment achter als je het leuk vindt om mee te doen en welke jij heel erg graag zou willen winnen. En ja, dan zie ik jullie heel erg snel. Hopelijk weer bij de volgende video. Ik wens jullie ontzettend veel succes met de Oma Boekenton. Heel veel leesplezier. Geniet ervan. Nog fijne zomervakantie. En tot snel. Doei doei!